Ja, ik ben Bert Meulemans van de studies van Boerenbond en Landelijke Gilde en ben al jaren een verwend fietser. En voor mij de belangrijkste reden om dat te doen is gezondheid, werken aan mijn gezondheid. En ik denk dan altijd, ik ben dan ook een beetje milieubewust. Dat je zegt van, je bent toch wat duurzamer bezig en je combineert eigenlijk twee dingen, gezond zijn en eigenlijk een beetje aan het milieu werken, aan duurzaamheid. Dat vind ik belangrijk. Ik heb al verschillende lange afstandsfietsroutes gedaan. En vanuit Boerenbond kwam de vraag of dat we dat een keer niet zouden doen naar Lourdes fietsen. En ik dacht, ja, ik wil dat wel eens doen. Ik heb dan heel dat traject uitgestippeld. En eigenlijk is dat een enorme ervaring vorig jaar geweest. En Landelijk Gilde biedt dat nu aan als een 14-daagse reis. Je leert mensen kennen. Maar je biedt mensen ook echt de kans om iets te doen wat ze normaal niet doen. Dat is voor hun een stuk unieke belevenis. En een van die deelnemers die zei, die ben ik later nog teruggekomen, tegengekomen. En die zei van, dat is de reis van ons leven geweest. En dat zijn toffe complimenten. Voilà, daar ben je dat. Voor mij is de vaste periode een moment waar ik probeer ook wat soberter te leven. En, dat komt altijd na de nieuwjaarsperiode en wat bij mij altijd een verschrikkelijke periode is van feesten. En, ja, het is weer een paar kilo's erbij en dan raak je ook heel sober leven. Dan ga ik bijvoorbeeld heel weinig alcohol drinken en heel weinig snoepen. Dat is voor mij eigenlijk een jaarlijkse traditie. Dan voel ik dat ook als ik dan op mijn fiets. Ik begin dan ook terug te fietsen altijd. Dat is zo na de winterperiode. Dan voel je ook zo van, oei, dat gaat niet zo goed niet meer. Je moet je fysiek terug beginnen opbouwen. En dan word ik altijd zeker van altijd, ik moet terug gezond gaan leven. Voor mij altijd het moment om te zeggen, ja, dus die vaste periode valt toch niet zo slecht in het jaar eigenlijk. Mannen, salut! En tot in lucht, hè!